Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand juni. Ik heb het lijstje er even bij gepakt. In juni las ik 5 boeken. En ik ga je vertellen welke boeken ik heb gelezen. Ik ga je er kort wat over vertellen. En ook uiteraard wat ik zelf van de boeken vond. Dus ben je benieuwd welke boeken ik heb gelezen? Zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Mr. Park Lane en is geschreven door Louisa B. Dit boek gaat over Hartford. Zij heeft jarenlang bij Artsen zonder Grenzen gewerkt, maar omdat ze haar been heeft gebroken moet ze terugkeren naar Londen. Maar omdat ze daar eigenlijk toenertijd alles heeft achtergelaten, is er eigenlijk niks meer wat ze heeft. En haar familie heeft dus geregeld dat ze bij een oude vriend terecht kan. En dat is Joshua. Vroeger had ze een hele grote crush op Joshua. En ze heeft hem dan ook 10 jaar niet gezien. En ze merkt eigenlijk meteen dat die gevoelens toch wel weer terugkomen. Ze stopt ze eigenlijk wel meteen weg, want ze heeft op jonge leeftijd al geleerd dat er niks goeds van gevoelens kan komen. Dus daarom wil ze er ook eigenlijk niks van weten. Ze houdt de relatie met Joshua eigenlijk strikt vriendschappelijk. Alleen hij is nog steeds die lieve man die ze altijd heeft gekend. En ze staat eigenlijk ook in vuur en vlam als ze dicht bij hem is. Joshua die heeft zelf ook best wel een moeizame start gehad met relaties en is eigenlijk ook op het punt dat hij eigenlijk niks meer van relaties wil weten. In het begin zit hij er ook helemaal niet op te wachten dat Hartford bij hem in huis komt, maar toch doet hij heel erg zijn best en ontvangt hij haar wel. En eigenlijk na loop van tijd wordt het ook wel steeds gezelliger en begint hij eraan te wennen dat Hartford bij hem in huis woont. Ze hebben het ook eigenlijk best wel heel erg gezellig en hij merkt toch wel dat die ook wel wat gevoelens voor haar krijgt, maar die wil hij eigenlijk niet aan toegeven. En zo geven ze eigenlijk beide niks toe. Als Hartford dan ook aankondigt dat ze een eigen woning wil gaan huren en daarna op zoek gaat, kraakt hij ook letterlijk alles af, want ze neemt hem ook mee. En hij vindt eigenlijk niks leuk wat ze uitkiest, omdat hij eigenlijk wil dat ze bij hem blijft wonen. Hartford wil het absoluut niet, dus als ze dan een woning heeft gevonden, vertrekt ze ook en is het huis ineens best wel weer leeg. Of ze uiteindelijk toch de gevoelens aan elkaar toegeven en ze daardoor toch nog iets moois kunnen opbouwen, laat ik verder in het midden. Ik vond het wel een heel erg mooi boek. Ik vind de boeken uit deze reeks sowieso allemaal heel erg leuk en ik heb er heel erg van genoten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Bij Kennis en dit is geschreven door Iris Visser. Dit boek gaat over Julia en Julia die komt eigenlijk met een filmpje op YouTube te staan, want haar broertje is vlogger en dat filmpje is best wel gênant, want ze verklaart eigenlijk de liefde aan haar arts omdat ze dus blijkbaar onder invloed is van pijnstillers. En ze heeft dus eigenlijk op dat moment zelf niet door wat ze doet. En haar broertje plaatst het filmpje online. En als Julia dat ziet, kan ze wel door de grond zakken. En wil ze eigenlijk niets liever dan haar broertje wurgen. Want ze vindt hem zo vreselijk irritant. Die arts blijkt alleen een oude bekende te zijn van Julia, want het is Thomas en dat is was een beste vriend van haar van de vakanties en ze hebben zelfs ook een korte romance gehad. Ze hebben elkaar dus leren kennen als kind zijnde, terwijl ze op vakantie gingen naar dezelfde camping. Ze had de hereniging eigenlijk ook wel heel erg anders voor zich gezien en ze had überhaupt niet kunnen denken dat ze hem ooit nog weer eens tegen het lijf zou lopen, want de relatie is niet op een al te leuke manier beëindigd. Ze had zich eigenlijk dan ook voorgenomen dat ze hem liever nooit meer wilde zien, maar ja, soms is de wereld klein en kom je elkaar toch weer tegen. De situatie wordt ook eigenlijk niet heel erg makkelijk, want ze heeft gelijk wel weer een hele leuke klik met Thomas. En ze besluit ook om het contact weer met elkaar wat op te pakken, gewoon als vriendschap.
Ze heeft alleen niet zulke hele leuke collega's, want er heeft wat dingen afgespeeld op haar werk. En dan heeft een collega, Sarah van haar, de zinnen gezet op Thomas. En ze verspreidt de grootste verhalen dat ze met Thomas allerlei dates heeft en dat soort dingen. En dat doet Julia toch diep van binnen wel pijn, ook al wil ze dat eigenlijk niet toegeven. Nou, als ze dan uitgenodigd wordt op een feestje bij Thomas voor zijn verjaardag, gaat ze daar wel heen. Ook kent ze daar niet zo heel veel mensen. Uiteindelijk komt ze een paar bekende mensen tegen van vroeger. En ook haar buurman komt ze tegen, met wie ze eigenlijk op date zou gaan. Ze trekken zich even terug en dan komt Thomas binnen en die is daar totaal niet blij mee. Alleen begrijpt Julia absoluut niet waarom dat zo is, omdat hij tenslotte deed met haar collega. Het contact verwatert niet echt, maar ze hebben dan ook wel weer even een tijdje minder contact, omdat ze zich beide niet zo heel erg prettig voelen bij de situatie. Maar dan toch herstelt het contact zich uiteindelijk wel weer en kunnen ze alle dingen uitspreken die niet genoemd zijn en ook de dingen van vroeger kunnen ze uitpraten. Of er uiteindelijk nog een kans is op liefde, laat ik in het midden. En hoe ze dit allemaal gaan oplossen en wat er vroeger zich allemaal heeft afgespeeld, zal ik uiteindelijk ook niet verklappen. Maar ik vond het wel een heel erg leuk boek om te lezen, ook omdat het in Nederland afspeelt. En dat vind ik gewoon altijd wel heel erg leuk, omdat je soms herkenningspunten hebt. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Suidense Zonsopgang. Dit is geschreven door Natasha Madison. De eerste drie boeken die speelden zich redelijk kort op elkaar af, maar in het vierde boek hebben we best wel een grote sprong gemaakt in de toekomst. Dit boek gaat over Emily en Ethan. Emily was 14 toen ze haar hart aan Ethan verloor en stonden zelfs op het punt na jaren dat ze bij elkaar waren om met elkaar te trouwen. Dan komt Ethan achter het grote familiegeheim wat hij nooit geweten heeft. En het enige wat op dat moment in zijn hoofd is, hij denkt ik moet vluchten, ik moet hier weg, want ik weet niet meer wie ik zelf ben. En ik kan daardoor Emily eigenlijk ook niet geven wat ze verdient. Emily, haar hart is natuurlijk helemaal aan stukjes gebroken op dat moment. En nu, jaren later, heeft ze haar leven wel weer redelijk op de rit. Ze heeft een relatie, ze heeft een huis, ze heeft een leuk baan. Dus eigenlijk is haar leven wel weer redelijk stabiel. Ethan heeft intussen in het leger gezeten en hij wordt dan eigenlijk, nadat hij een ernstig ongeluk heeft meegemaakt, wordt hij door een van de dorpsbewoners gesommeerd om terug te komen. Ethan vindt dit best wel lastig, want hij is helemaal gebrouilleerd met zijn familie en hij vindt het ook heel lastig om Emily onder ogen te komen. Hij besluit dan ook naar het dorp terug te keren, maar hij wordt hier niet direct met open armen ontvangen. Ruzies met zijn ouders, zijn stiefvader, het loopt allemaal niet lekker. En ook intussen zijn broertjes en zusjes zijn helemaal niet blij met zijn terugkomst en hebben liever zoiets dat hij weer snel vertrekt. Ethan is dit echter niet van plan en wil graag de familiebanden weer aanhalen en het allemaal uitpraten. Ook al blijft het een poepige jongen. Als hij er dan achter komt dat Emily inmiddels ook weer een relatie heeft, is zijn hart eigenlijk ook alweer gebroken. Want hij had eigenlijk gewoon gehoopt dat hij het ook weer goed kon maken met Emily. Als dan blijkt dat de relatie met Emily en haar vriend ook niet heel erg lekker loopt en ze dingen hebben uitgesproken, wordt het contact wel beetje bij beetje weer hersteld. Maar een echte relatie wil Emily er nog niet aan toegeven, omdat ze tenslotte een relatie heeft. Als die relatie dan toch op een nare manier ten einde komt, komen Ethan en Emily wel weer dichter bij elkaar. Maar of ze echt weer verder kunnen op de voet dan wat ze vroeger hebben gedaan, is natuurlijk maar de vraag, want er is heel erg veel gebeurd. Ethan en Emily uiteindelijk van gedachten kan doen veranderen om hem een tweede kans te geven, laat ik in het midden. Ik vertel het natuurlijk ook niet wat er zich in de familie heeft afgespeeld. Als je de andere boeken hebt gelezen, zul je het wel weten. Maar ik vond het wel een heel leuk boek, al moest ik even wennen dat het in één keer zo'n grote tijdsprong had gelezen. Want in de vorige boeken was Ethan nog best wel een kleine jongen en nu was het dus een volwassen man. En dat was eventjes wennen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Met een vleugje citroen en is geschreven door Miriam Mysterius.
Dit is het tweede deel in deze reeks. In de eerste deel hebben we kennis kunnen maken met Maria, die naar Frankrijk vertrok om aan haar tweede kookboek te werken. Omdat haar relatie net over was en dat allemaal niet echt meer ging om goed te kunnen schrijven. Inmiddels heeft ze dus een nieuwe vriend en heeft ze een leven opgebouwd in Frankrijk. Alleen dan verschijnt Maria's zus ineens in Zuid-Frankrijk en wordt het leven daar ineens een stuk zuurder. Het leven in Frankrijk doet Maria eigenlijk heel erg goed, want ze woont samen met haar grote liefde Gilles en haar tweede kookboek is inmiddels af en kan ieder moment worden uitgegeven. Gilles en zij doen inmiddels samen ook wel wat cateringsopdrachten en ze hebben dan ook een hele grote opdracht binnen waar ze samen aan gaan werken, wat heel veel tijd kost. Ze moeten een catering doen voor een 25 jaar huwelijksfeest en dat zal plaatsvinden op een schitterend château. En ze zijn dan ook dag en nacht aan het werk met recepten, met dingen uitproberen en dat gaat eigenlijk allemaal heel erg vlot. Als Danielle, de zus van Maria, dus dan in één keer op de stoep staat, slaat de stemming best wel om. Want Danielle die gedraagt zich eigenlijk heel vervelend. Ze gedraagt zich heel verwend. Ze doet eigenlijk ook heel vervelend tegen Gilles. En ze kan zich niet echt aanpassen. En ze stoot Gilles eigenlijk een beetje op tegen Maria. Er is dan ook echt wel wat mis met Danielle, dat merkt Maria. Maar als ze ernaar vraagt, krijgt ze eigenlijk steeds hele botte antwoorden dat er niks aan de hand is en dat ze zich er niet mee moet bemoeien. Dan wil ze eigenlijk de cateringklus een beetje in de war schoppen. En Maria die krijgt eigenlijk helemaal de zenuwen en wil eigenlijk dat haar zus zo snel mogelijk vertrekt. Maar die is dat niet van plan. Als Maria denkt dat ze alles heeft gehad met Danielle en haar gestook in haar relatie, verschijnt ineens haar ex Paul weer op de stoep daar in Zuid-Frankrijk. Hij heeft haar eerder al een bericht gestuurd dat als zij in Nederland is om haar kookboek te promoten of ze zin heeft om koffie te drinken samen. En Maria heeft er eigenlijk niet zoveel zin in en heeft dit Gilles ook niet verteld omdat ze er zelf nog niet over uit is of dat ze deze afspraak wil maken. Als Gilles en Paul elkaar dan zien, loopt het eigenlijk allemaal helemaal uit de hand. En dan is nog de grote vraag, wat doet Paul daar in Zuid-Frankrijk? Dit zijn eigenlijk de grote lijnen uit dit boek. Wat hij daar echt kon doen en of dit heel veel druk geeft op de relatie van Maria en Gilles ga ik niet vertellen. Het is een heel leuk boek, het leest heel makkelijk weg. Het kan zijn dat je van dit boek wel trek krijgt in taartjes en zo, want ze doen veel met taart. Ik had er zelf geen last van, ik lust geen taart, maar als je er echt gevoelig voor bent, kan je trek krijgen van dit boek. Maar ik vond het wel een heel leuk boek om te lezen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek De Tweede Kans en is geschreven door Fie Kaeland en Penelope Warts. Dit boek gaat over Elodie. Elodie is op weg naar een sollicitatiegesprek en dan krijgt ze een botsing met haar auto met een glimmende Mercedes. De man die uit de auto stapt is wel een hele knappe man, maar ze vindt hem niet zo vriendelijk, want ze geven eigenlijk elkaar de schuld wie de botsing nou veroorzaakt heeft. Elodie krijgt dan ook een beetje stress, want ze moet naar die afspraak toe en de man die wil niet heel erg meewerken. Uiteindelijk, als alles is afgehandeld, kan ze naar het sollicitatiegesprek toe en tot haar grote verbazing is het sollicitatiegesprek met deze man met wie ze net die botsing heeft gemaakt. Daardoor is haar kans ook eigenlijk meteen verkeken voor deze baan, want hij wil absoluut haar geen kans geven voor deze baan. Als ze dan ook vertrekt bij het sollicitatiegesprek, komt ze een meisje tegen. En dat is dus het meisje waar zij dus eigenlijk op zou passen, want het sollicitatiegesprek was als nanny. Dat heeft ze jarenlang gedaan en dat wilde ze heel graag weer doen. Ze herkent alleen heel erg veel in het meisje van zichzelf van vroeger en daarom hebben ze wel meteen een klik. Maar ja, ze heeft de baan niet gekregen. Als Hollis dan binnenkomt, dat is dus de man waar ze die botsing mee had en het sollicitatiegesprek, ziet hij wel dat ze eigenlijk een band hebben. Maar goed, ze vertrekt dan ook, want de baan wordt niks.
Echter wil ze deze baan zo graag hebben dat ze toch weer naar Hollis toe gaat om te vragen of ze deze baan niet als proef kan krijgen met proefmaand. En als hij het gewoon niets vindt, dat hij haar dan kan ontslaan. Dit aanbod neemt hij aan en het gaat eigenlijk heel erg goed met oppassen. Ze hebben het heel erg leuk samen en ze gaat steeds wat meer dingen doen in huis. Zo zorgt ze ervoor dat Hollis ook eten krijgt als hij thuis komt. Ze zorgt er dus voor dat er eten gekookt is, dat ze gewoon aan tafel kan verschuiven en dan kan zij naar huis. Uiteindelijk wordt deze band toch wel steeds intenser met elkaar en willen ze eigenlijk allebei niet echt toegeven aan de gevoelens, omdat Hollis er heel erg in staat. Ik kan ook niks met deze vrouw beginnen, want als het misgaat, dan heeft mijn nichtje ook geen oppas meer. Want het gaat er om het nichtje van Hollis, want de broer van Hollis die zit in de gevangenis en de moeder van dit meisje is overleden. Uiteindelijk wordt het wel steeds moeilijker om de gevoelens voor elkaar te verbergen. En als ze dan toch besluiten hieraan toe te geven, komt het nichtje van Hollis hierachter en is in eerste instantie best wel teleurgesteld dat haar niks verteld is. Maar ze gaat er uiteindelijk wel mee akkoord. Hollis heeft ook een papegaai, die noemt steeds de naam van zijn ex, wat hij zelf ook heel vervelend vindt, want daar moet hij al 10 jaar lang naar luisteren. Elodie heeft een buurvrouw die ernstig ziek is en daar zorgt ze ook regelmatig voor. En die heeft haar eigenlijk ook aan deze baan geholpen. Alleen als dan het onverwachte komt dat zij ernstig ziek in het ziekenhuis belandt, neemt het boek ineens een hele rare wending aan, want schijnt Hollis deze vrouw dus ook te kennen. En lopen de emoties aardig hoog op. Of dat de relatie uiteindelijk een kans van slagen heeft, dat laat ik in het midden. Hoe Hollis en de buurvrouw van Elodie elkaar kennen, zal ik ook niet vertellen. Maar ik was wel heel erg een beetje verbaasd over deze wending van dit boek. Omdat dat had ik echt totaal niet zien aankomen. Ik vond het wel een heel mooi boek. Ik ben zelf dol op de boeken van V.K. Land en Penelope Ward. En ja, ik heb er zeker van genoten. Dan waren dit mijn gelezen boeken van de maand juni. Ik heb er in ieder geval weer heel erg van genoten. Ik ben benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen, of dat je naar aanleiding van deze video nieuwsgierig bent geworden naar een van deze boeken. Vind ik leuk om te horen als je misschien van plan bent om een van deze boeken te lezen of hem al hebt gelezen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video te mogen zien. Doei!